C'est en septembre, quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé. We zijn hier in de Sveldoos, 40 jaar ICC. Een mooi jubileum. Ja, dat klopt. We zijn 40 jaar geleden opgericht als vereniging. Maar nu opereren we als een collectief. En ja, dat is een hele mijlpaal, 40 jaar. Ja. Verschillende disciplines heb ik al gezien. Allemaal verschillende stijlen. Dat is het leuke ook van zoiets natuurlijk. Ja, dat is het leuke van deze club. Dat iedereen schildert op zijn eigen manier. En of het nou olieverf is of aquarel of abstract of figuratief, dat kan allemaal. En we kijken dus bij elkaar. We steken ook dingen van elkaar op en we leren ook van elkaar op die manier. Ja. Eén keer in de week wordt er bij elkaar gekomen, hè? Ja, wij komen op de maandagochtend bij elkaar, zo van 9 tot 12:30. We drinken dan even gezellig koffie met z'n allen van 9:30 tot 10:00 en daarna gaan we gewoon aan het werk. En daarbij worden we begeleid door Cynthia. En die geeft dan advies wat we dan wel of niet op kunnen volgen. We kunnen ook dingen aan haar vragen, dus zo kunnen we ons verder ontwikkelen. Ja, ik heb vorig jaar ben ik begonnen met een nieuwe techniek even proberen. Dus met bubbeltjesfolie en met netjes van sinaasappelen. Om daarmee te kijken wat voor effecten er ontstaan. En dan zie je dus dat het mengen van de kleuren heel mooi en subtiel kan gebeuren. En dat... Dan ontstaat er dus iets terwijl je bezig bent. Dit is iets waar ik in de zomer was. En ik probeer nu... Ja, ik ben erg op zonlicht. Ik vind het ontzettend belangrijk dat je het licht goed naar voren brengt in een pasteltekening of schilderij. En dat lukt niet altijd. Ja, je bent niet met een kwast bezig, maar met een sponsje. Ja. Werk ik ook graag mee. Sponsje en soms met een doekje, grote kwasten en alles over elkaar heen. De techniek van wat ik ook daar met dat ding heb gemaakt. En dit heb ik een tijd geleden gedaan, niet tevreden over. Nee. Dus nu ben ik aan het experimenteren om het wat feller, uitdagender te maken. Zijn bekende? Ja, met 3 zoons. Hoe lang ben je al bij het ICC? Net. Dit is dit jaar. Ja. En het is een ontzettend leuke groep. En heel fijn om... Wat ik zei, iedereen doet wat anders, werkt anders. En respecteert elkaar daarin. Ja. Dus, en ik werk met gemengde techniek, alles. C'est en septembre. Ik hoorde net Cynthia tegen jou zeggen, het is muziek met je handen. Ja, dat klopt. Ja. Is de nieuwe techniek waar je mee bezig bent? Niet helemaal, maar het gebruik van andere materialen dan je kwasten en een doekje. En dat is wel voor mij nieuw. En ik was hierachter met een landschap bezig en daar loop ik even op vast. En dan is het heerlijk om je uit te leven in iets waar je spontaan aan de gang gaat en niet al te veel over nadenkt. Reageert op wat er gebeurt. Ja, schilder je al lang? Ik teken. Ik ben begonnen met tekenen. Ik denk nu zo'n 10 jaar, denk ik. Ja. En al die tijd hier bij de vereniging of niet? Nee, dit is mijn 2e jaar. Ik heb veel lessen gevolgd. En ik wil meer uren maken. Dus ik blijf ook wel lessen volgen. Maar hier kan ik gewoon een aantal uren achter elkaar doorgaan. Ik kan om 9 uur, 8:30 komen en tot 1 uur door. En de ene keer doe je dat wel, de andere keer niet. Maar dat is heel prettig. Kun je eens wat langer doorwerken. Ja, ik vind het zo'n mooi zonnig tafereel. Ja, heerlijk. Hè? En in de speeldoos stoppen we altijd 4 maanden. Mei, juni, juli, augustus. En dan gaan we met wat mensen hier lekker buiten schilderen. En dit is aan het Naardermeer. We hadden een hele mooie zonnige dag. En ik vond de hoedjes zo leuk van Gonnie en Letty.
En dat heb ik toen een beetje daar opgezet. En ik ben het nu aan het uitwerken en afmaken. Schildert u meestal landschappen of ook andere dingen? Van alles, van alles. Ook heel veel dieren, honden, paarden en ja, zeegezichten. Het is waar ik zin in heb. En ja, het is heel afwisselend. Ik vind het zo'n ontzettend precisiewerk. Doet u altijd zoiets? Nee, helemaal niet. Het is voor het eerst dat ik nu zo heel precies ga werken. Omdat ik meestal, zoals deze achtergrond die ik hier gemaakt heb, heel groot. Dit is een onderdeel van een drieluik. En dit heb ik opgezet in de periode dat ik nog bij de werkschaart in Bilthoven op school zat. En dat was eigenlijk alleen maar grote lijnen met mooie grote vlakken. En op een gegeven moment was mijn hele huis vol met allemaal grote vlakken. Dus toen dacht ik, ik ga nu wat meer de diepte in en de verfijning in. Maar ik probeer wel mijn authentieke schilderkunst erin te behouden. En dit is een mandala, dus dat werkt alleen maar heel precies. Dat is naar aanleiding van het levenswiel. Kijk. Ja. En dat is een Oosterse iconografie. En omdat je dan in de verfijning gaat, kom je jezelf tegen. En dan word je gefocust op de tekening, de houding van de mensen, maar dan in een hele kleine, precieze vorm. En dat kunnen Oosterlingen, die kunnen tekenen. En ik was altijd van de grote hand, hè, van, en dan meteen de lijn erin krijgen. Nou, dan ging het, 9 van de 10 keer ging het wel een beetje. Maar nu moet ik echt heel alert zijn en heel precies. Ik heb wel eens schilderijen of tekeningen van je gezien met dieren. Ja. Maar dit is een landschap. Waar is het? Ja, dit is Toscane, waar ik net 2 weken geleden nog op vakantie was. Dus dan kom je terug en dan denk je, nou, daar wil ik wel mee aan de gang. Want ik wil een beetje af van dat gepriegel. Dus ik maakte altijd veel vogels voor de vogelopvang en dieren. Maar dit is weer een andere uitdaging. En waar schilder je mee? Met? Ik schilder met acryl en dit is linnen. En nu doe ik dit met een paletmes. Ik was begonnen met kwast, maar ik wil het wat dikker. Dus mijn schilderijen waren altijd nogal dun. Dus hier kan je wat grovere toetsen mee maken. En dus nou, dan hoop ik maar dat dat een beetje gaat lukken. Werk je uit je hoofd of via foto? Nee, ik doe wel van foto's. En, maar nu wil ik eigenlijk de foto er niet meer bij hebben. Dus dan ga ik maar gewoon door waarvan ik denk dat het erop lijkt. En dat hoeft ook niet. Natuurlijk hetzelfde als de foto. Je bent bezig met aquarel, hè? Ja, ik aquareleer. Is dat het fijnst om mee te werken voor jou? Voor mij wel, ja. Ik heb een tijdje geleden toen ik hier was, zag ik iedereen met acryl werken of veel mensen. Ik denk, nou, dat is eigenlijk ook wel handig. Want als het dan niet goed gaat, ga je er met wit overheen en dan begin je lekker opnieuw. Maar bij mij werkt het toch niet goed. Want dat is het nadeel van aquarel. Je kan eigenlijk heel weinig corrigeren. Het staat erop en dan moet je ook ophouden op een gegeven moment. Want anders wordt het uiteindelijk modderig. Je kan het niet lichter maken, dus het wordt steeds donkerder. Wat schilder je het liefst? Landschap? Ja, dingen uit de natuur eigenlijk wel. Ja, dat is waar. Ik heb ook portretjes gedaan, kinderportretjes. Dat is ook heel erg leuk. Schilderen, tekenen eerst natuurlijk en dan schilderen. En, maar verder, ja, de zee, vruchten, bloemen, landschappen. Ja, je ziet het. Een mooie tuin? Dat is onze tuin, ja. Ja, het ziet er lekker uit. Ja, het is een heerlijke tuin. Ja. Hoeveel mensen werken hier? Nou, we werken dus niet. Hè. Nou, het is ja, echt. Ja, soms is het wel werk, ja. We zijn nu met 11, maar we hebben dus plaats voor 15 mensen. Dus als er nog mensen geïnteresseerd raken door wat ze nu zien, dan zijn ze van harte welkom. Hè, dus die ruimte is er. Que je m'endors sous l'olivier.